dit is een bijzondere mijn auto, want hier ga ik een nieuwe collega eigenlijk voorstellen. Hij zit hier naast mij. Hij zit ook in zijn auto. Dat moet hij denk ik ook wel een beetje gaan toelichten. Maar Michael, Ras, nieuwe collega. Ja. Niet zomaar een collega. Jij gaat de boel een beetje aansturen, de nieuwe hoofdredacteur. Ja, nieuwe baan vanaf vandaag, hoofdredacteur Autoblog. Erg spannend, heel veel zin in. Ja. Dus, en we doen deze video natuurlijk ook om jou even een beetje voor te stellen. Wij kennen elkaar al een tijdje, dat scheelt. Maar ben jij een beetje petrolhead? Want deze auto, zeg maar, doet wel een beetje het ergste vermoeden, hè? Dat je denkt, nou, ja, dit was de auto die moeders de vrouw graag wilde. Ja, dit is wel eentje in de categorie wandkind. Wandkind? Ja, dus... Ja, Dat maakt niet uit, joh. Gaat allemaal goed. Stop private lease. Maakt allemaal niet uit. Private lease, wel een belangrijke info weer. Vertel. Petrolhead, we moeten wel eventjes nu meteen zeg maar, de kijkers vasthouden dat het wel goed gaat komen. Dus dan moet ik eigenlijk niks over motoren gaan zeggen. Maar ja, dat heb je ook een behoorlijke... Ik denk dat wij... misschien het beste wat ik kan zeggen is dat wij samen in ieder geval een auto verleden hebben. Ja. En ik denk dat wij samen twee auto's hebben gehad. Ja, weet ik zeker. Eentje daarvan hebben we netjes afscheid van kunnen nemen. De ander is volgens mij een beetje bewerkt door een andere collega van Autoblog voordat hij eruit ging. Maar dat, Ja, Michael en ik hebben samen de auto gehad waarin Casper heeft leren driften. De BMW 325i. En dan zou je denken van nou, het wordt dus tijd dat we er weer een kopen. Zodat Casper zijn skills nog verder kan vervolmaken. Zeg ik netjes, hè? Nog verder. Ja, kan. Ja. Nog zo met die puntjes op die... Ja. Ik ben om die om. Feintje kan. Hey, we hadden samen Kroki. En dat kwam voornamelijk door de fantastische staat van het plaatwerk. Ja. Wat onder ons bewind niet echt vooruit is gegaan. De leukste auto die we samen gehad hebben is denk ik wel een andere geweest. En dat was eentje in de gelegenheid, of dat maakte eentje in de categorie gelegenheid maakt de dief. Ja. Dus ik aan een toenmalige collega vertelde ik dat wij overwogen om een M3 te kopen. Waarop gelijk de telefoon werd gepakt van dat gaat niet gebeuren. Er werd iemand gebeld met een 500e. En binnen 2 minuten hadden wij een 500e. Ja. En dat heb ik je later ook nog even medegedeeld. Van volgens mij hebben we een 500e. Dus zijn we gaan kijken. En toen hebben we maar gekocht. En dat was, nou ja, hè. Moet het een succes noemen of gedeelde smart is halve smart? Ja, we hebben er veel te weinig mee gedaan. Ja. Ja. Zo'n 500e is echt wel een icoon. Maar tegelijkertijd ook een auto waarvan ik niet zo goed wist welke gelegenheid ik ermee zou gaan rijden. En dat is ook wel de reden geweest dat we hem ook weer weg hebben gedaan. Ja. Dus ja, een heel, heel gave auto. Echt ook heel tof om te kunnen zeggen dat je hem hebt. Of dat je hem hebt gehad. En 500e jongens, dus de W124, de 500e. Het stomme ervan is, ik heb nooit iets op video meegedaan op die auto, op Autoblog. Want ze rijden hier over drempel en... Roosters. Maar goed, maakt niet uit. Nooit wat meegedaan op auto. Eigenlijk best jammer. Want het is wel een... Ja, weet je, het is echt een bizar gaaf apparaat. Maar natuurlijk eigenlijk saai Mercedes. Maar dan met een V8. Dus ook echt snel. Ook nog een huidige maatstaf. Echt wel een leuke auto. Ja. Maar het mooiste aan de ervaring vond ik wel dat we het samen deden. Dus de monteur uiteindelijk zei... Michael, ik maak wel een lijstje. En toen daar de calculator bij kwam dat ik zei... Leuk dat we dit met z'n tweeën doen. Ja, dat was heel fijn. Was de auto ook gelijk volgens mij 50% duurder geworden. Ja. Want uiteindelijk heeft hij volgens mij een heel erg goed huis gevonden weer. Ja. En we hebben er gewoon goed voor gezorgd. En nu is denk ik iemand er heel gelukkig mee. Ik hoop het. Ik weet niet waar dat is. Maar... Nee, ik hoop het. Nee, ik vond het wel een heel gaaf ding. Ja. Eigenlijk als ik er nu over dadelijk had misschien wel moeten houden. Maar en dan denk ik weer aan die rekening. Nee, er was een reden om hem weg te doen. Vooral omdat er niet een reden. Ja. Maar nu zitten we in een Mini Countryman. Ja. Wat natuurlijk een fantastische auto is. Dat zeggen we omdat we graag Mini te vriend willen houden. Ik ga hier even keren. Want ze rijden volgens mij. Ik weet niet waar we heen rijden. Ik weet niet waar we heen rijden. Maar die kant is leuk. Fantastische auto. Maar wel een toefje braaf. Ja, het is mijn derde, vierde Mini al. De eerste was een, een afdankertje van schoonmoeder. En dat was een koepertje van 2002, meen ik, 3 deurs. Nou, vervolgens daarna een koeper voor het eerst in private lease.
Een mooie oranje-gele. Mensen kennen denk ik die kleur wel. Ja. En dat was eigenlijk ook gelegenheid maakte dief. Want ik ging naar de mini-dealer toe en ik zei ik wil wat bijzonders en ik wil het kort. En wat heb je? En ik zeg toch ja. En toen kwam er echt een hele bijzondere prijs uit. En voor een volle Cooper. Heb ik daar 12 maanden met veel plezier in gereden. Nou, vervolgens denk je, oké, dan hebben we dit gehad, willen we eigenlijk wat, je wil altijd wat meer, hè. Dus toen werd het een Cooper S, maar ondertussen kind die ook in en uit de auto kan stappen. En tussendoor had ik even een serie cabrio gehad, die was super mooi, jonge gebruikte. Maar ja, ik zag mijn zoon daar in en uit springen en op die bank, en ik werd er zo ongelukkig van. En ik dacht van, we doen wel een leaseauto. Niet dat je daar minder goed mee omgaat natuurlijk, maar goed. Maar ik dacht voornamelijk... Mini Nederland, jongens. Nu deze auto die gaat door de mangel als die wordt ingeleverd. Ik dacht voornamelijk, hij krijgt een eigen deur. Ja. Nou, toen werd het dus een vijfdeurs. De kleine vijfdeurs, maar wel een Cooper S. En ondertussen ook wat luier geworden, dus een automaat. Super fijne auto. Weer 12 maanden gehad, want weer private lease. En na 12 maanden wil ik elke keer wel wat anders, dus dat was een mooi verhaal. En uiteindelijk moest hij er ook weer uit, want 12 maanden. Toen dacht ik van zullen we voor iets comfortabelers gaan, een beetje hoger instap, wat allebei een beetje last van ons onderrug thuis. Sorry. Dus van de wegtrekker. Ja, toen kwam ik bij de mini-dealer en die zei dan hebben we nog de Countryman. Wat op zich een onwijs leuke auto is in het segment, vind ik. Ja. Maar wat hij eigenlijk, waar ik hem voor heb, hè, in vergelijking met andere minis, daar faalt hij wel een heel klein beetje. Dat is. Ik vind hem niet zo comfortabel. Nee, want ik heb nu 18 inch en ik heb hem gewoon toegegeven. Ik heb 0,6, 0,7, 0,8 te laag staan. Want mini wil dat we hem op 2,8 zetten, of 3 zelf, 3 bar. Ik heb hem gewoon op 2,1, 2,2. Anders is het gewoon in de stad een oude man, denk ik. Maar ja. Brengt hij niet wat ik dacht dat hij zou brengen qua comfort. Hij is niet op zich wel aardig, maar. En het is een Cooper. Ja. Je moet er geen haast mee hebben. Ja, dus ik geef direct toe, die 300 kilo meer en die, van wat hadden we? 190 pk. Nou, 136. Ja, het is niet vooruit te slaan. Nee, dat is flauw. Als je, het komt best nog wel van zijn plek. Vooral door het turboblokje natuurlijk, maar nee, en je hoort hem ook bijna niet inderdaad. Dus het is wel de 3-cilinder. Het is wel grappig, ik reed erin en ik dacht, het is eigenlijk wel oké. Maar toen dacht ik, ik heb echt gewoon ook nog helemaal niet de neiging gehad om vol gas te geven. Dit is vol gas. Ja. En daar helpt, want dit is ook nog de oude automaat. Daar helpt deze ook niet aan, hè. Dus, nee. Ja, maar dat is overigens wel een serieus ding bij Mini. Dat vroeger als je een Cooper had, was het eigenlijk wel leuk. En een Cooper S was echt wel een snelle auto. En nu, omdat die auto's zwaarder groter worden, ik had het ook met de Mini Clubman. Ik dacht, zo'n Cooper S, dat moet eigenlijk gewoon 50 pk bij en dan klopt het weer. Dat is bij deze natuurlijk feitelijk ook. Dit mag je eigenlijk gewoon geen Cooper noemen. Nee. Het heeft hetzelfde motorblok als een 3-deurs Mini Cooper. Ja. Maar het is gewoon een veel grotere, zwaardere auto. Dus dat werkt niet helemaal. Ja, en de Cooper S-uitvoering ziet ook nog wel wat mooier uit, vind ik. Wat agressiever. Dat kan hij wel hebben, want dit is natuurlijk alles zwart, zeg maar. Dus ook zelfs zwarte velgen. Ja. Dus Blaak om blaak. Precies. Dat is de auto-historie van Michael, onze nieuwe hoofdredacteur. Dan moeten we het denk ik ook even hebben over waarom kom je bij je autoblog werken? En niet waarom de vorige weg is, maar meer waarom jij er bent. Vanaf nu. Ik moet er ook nog aan weten, hoor. Even doorbijten nog. Het zal uiteindelijk wel goed komen, denk ik. Ik heb wel een verleden in de automotive. Dus dat weet jij natuurlijk. Maar dat hebben de mensen die kijken niet. Ik heb zelfs al een autoblog verleden, hè? Ja. Ja, dus... Er is een video al van Michael. Dit is niet de eerste video van Michael. Michael is de stuntrijder die we, ik weet niet of jullie hebben benoemd. Video Audi R8, Gallardo en BMW S1000 RR. En dan hebben we ook sprints er zo in en Michael rijdt die BMW. Ja, ik denk dat ik zelfs kan zeggen dat ik gewoon nog nooit een sprint van jou heb verloren. Op video. Op video. Ja, dus dan moeten we binnenkort nog eens een keer doen. Ja, ja.
Dat moet minimaal de score 1-1 worden. Maar ja, daarin zie je ook hoe ver wij terug gaan. Maar jij... Maar ik heb nog een keer in een tweede video gezeten. Dat was volgens mij in mijn functie toen ik PR deed voor Aprilia en Moto Guzzi en Vespa. Ja. Volgens mij nog een interviewtje op de autoshow van Brussel of iets dergelijks. Oh, ja. Ik heb heel veel met tweewielers gedaan. Ook wel met vierwielers. Ik heb destijds nog stage gelopen bij Unilease, wat nu Athlon is. Ja. Dus daar onderzoek gedaan. Dus altijd... de auto-historie zegt het al. In ieder geval een auto hard, maar... Heel veel PR gedaan, maar ook hoofdredacteur geweest al van een scootertijdschrift. En vanuit daar was ik naar de Vespa gegaan. En ook zelfs bij vanuit datgene wat mij heel erg waar ik heel veel zin in heb, gewoon leuke nieuwe dingen doen bij Autoblog. Dus ik heb jou in het verleden al kunnen overhalen om een paar keer op iets anders te rijden dan dan in een auto. Ja. Volgens mij. Die leraar Fuoco en een MP3 Jorben. Ja. Destijds met een Twizy. Ja. Dus, ja, we hebben best wel dingen gedaan. Ja, precies. Dat klopt. Dus, maar gaan we dan nu op Autoblog alleen maar motoren zien? Nee, toch? Af en toe. Erbij. Af en toe zal er wel eens wat voorbij komen. Maar laten we het houden op het leukste en het snelste wat we gaan doen. Of de mooiste verhalen, zeg maar. Ja. Dus, We gaan niet de concurrentie aan met de motorblaadjes, daar hebben we volgens mij niet zo zin in. Nee. Maar ik denk dat eigenlijk de meeste autoliefhebbers, geldt voor mij ook, ik vind het altijd wel leuk om eventjes iets anders te lezen of te zien. En je hoeft niet helemaal bij te blijven in die markt, maar soms is het wel even grappig om even aan te tikken. En heb je zeg maar 1 of 2 dingen waarvan je zegt, ja, als we dat met de Autoblog kunnen doen, dan vind ik zeg maar mijn eerste maand of half jaar geslaagd. Nou, wat ik onwijs grappig vind, is dat ik jullie natuurlijk, naast dat ik jullie allemaal persoonlijk ken, ook volg op social en dat ik weet wat er allemaal rommelt in jullie hoofd en in jullie wagenpark. Ja, ik denk dat we dat ook een plekje gaan geven op de site wel. Ik denk de Autoblog Garage is wel iets wat denk ik zeer binnenkort naar voren gaat komen. Ja. Want dat jij ondertussen ook aan de mini bent, of in ieder geval een gedeelte van je huishouden. Ja. En dat het, ik mag heel af en toe de sleutel lenen, zo is het ongeveer. En dat, bij Martijn is hoofd weer fout is gegaan en dat er weer een nieuw project is en waar onwijs mee gaat gebeuren. De cameraman, hè, die heeft gekocht een BMW M135i. Ja, in het wit. Ja. Gelukkig wel 3 deurs, dus we kunnen ze nog net uit elkaar houden. Dus dat betekent dat jij binnenkort van jouw auto af moet, want 2 van die auto's in het park kan natuurlijk niet. Ja, het rommel in mijn hoofd. En natuurlijk wil je ook gewoon weten hoe het met die 205 GTI van Casper gaat. Ja. Super cool ding. Ja. Dus neem ons mee in het verhaal. En dat wil ik wel graag een plekje gaan geven op de site. Het is wel leuk als mensen dat gewoon terug kunnen vinden. Ja. Dus uiteindelijk moet alles naar de site gaan en daar, dat is de bron van alles. Ja, true. En eigenlijk hoe het verhaal begonnen met de 500e, waar we uiteindelijk te weinig mee hebben gedaan, of ik te weinig mee heb gedaan op de site, want het is een hele gave auto en jullie hadden gewoon moeten meegenieten van die onderhoudsfacturen. Is echt. Als je over dat soort auto's, M5's, RS6's, 500e's, zoek eerst even iemand op die daar gewoon serieus geld in heeft geïnvesteerd. Echt serieus geld, als in 4-5-cijferige facturen. Maandsalarissen. Ah, het is een huilen. Ik heb er echt nul spijt van. Dat is dan wel weer het grappige. Maar het is wel echt niet normaal wat je aan kwijt kan zijn. En bij ons viel het dan denk ik nog wel mee. We hebben op tijd afscheid genomen. Ook gewoon omdat we bedachten van, we hebben het ook wel over gehad, van, moet hem nu of zeg maar al die puntjes gaan aanpakken, of we doen hem weg. Ja. En als we al die puntjes hebben aangepakt, wat gaan we er vervolgens mee doen? Ja. Niet te veel. Maar misschien moeten we wel een nieuw project. Daar kunnen we over nadenken. Ja, want deze moet er ook binnenkort weer uit. Maar goed, ik denk niet dat het de vervanging van deze auto gaat worden, zo'n project. Maar, We gaan nadenken over een project. En dat vind je dan terug in de garage. Ik denk dat jullie gaan gedeeltelijk niks merken van de komst van Michael, omdat gewoon alles door blijft lopen op de site, hopelijk. Gedeeltelijk gaan we, zoals altijd, nieuwe plannen, nieuwe ideeën die Michael en ik gezamenlijk en ook met de rest van het team, want we hebben een heel team aan mensen natuurlijk bij Autoblog, gaan opbouwen. Gaan gewoon proberen gave dingen voor jullie te doen, nog meer gave dingen.
En ja, weet je, mochten jullie nou denken, ja, nou, jullie moeten dit, jullie moeten dat, weet je, op de site kan je comments kwijt, op YouTube kan je comments kwijt, dus wees een beetje lief voor Michael. Voor mij hoef je niet lief te zijn, want ik weet wel dat jullie mij ontzettende pannenkoeken vinden, dus dat maakt niet meer uit. Maar weet je, gebruik ook deze video om gewoon, nou ja, dingetjes die je wilt, zou gaaf zou vinden dat we gaan proberen te doen, om dat hieronder kwijt te gooien. Zet het diep in. Goed plan. Diep het van je hart af. Ja. Ga jij nog vaker op video zien, Michael? Soms. Nee. Ja, niet vaak. Niet, nee. Ik heb een gezicht voor de radio, denk ik. Dus ik hou me af. Die comment hoeven jullie niet meer te maken. Dankjewel voor het kijken. We rijden natuurlijk nog steeds in auto's van bezoekers. Dat kan je via de site opgeven. Daar staat een grote button. autoblog.nl/mijnauto. Je ziet, de lat ligt laag. Als we zelfs in de Mini Countryman Cooper kunnen gaan rijden met automaat in het zwart. En dan kan het nooit erger zijn wat jij aanbiedt. Dankjewel voor het kijken.